Ons school begin hoe laat in die ochtend? 8:00. En hoe laat is die eerste pauze? Nou, hoeveel uren sit ons in die klas van 8:00 die ochtend tot 10:00 pauze? 2 uren. Nou ga ik zoveel een beetje moeilijk een vraag. Evandre, hoe laat staan jij s'ochtends op? 4:00. En hoe laat gaan slapen? 8:00. Jij gaat slapen? 8:00. Zo, ons gaan voor ons baie lang vat om op die horlosie te gebruiken. Nee, ons gaan lang tel. Ons gaan te lang tel. Zo, hier is een speciale instrument wat ons gebruikt. Jullie weten maar, ons het een getallenlijn in die klas, nee? Maar nou gaan ons een tijdlijn gebruiken. En op die tijdlijn gaan ons tel van 4:00 die ochtend tot 8:00 die aan wanneer die wandering gaan slaap. Kom, ons begin. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baie mooi. So hoeveel ure was Evandre wakker? 16. 16 ure. Baie mooi. Man, ons is mos al groot, ons is al geraad 3, nee? So ons kan mos nie net met ure werk. Ons gaan nou met minute werk. Allemaal zo oogjes, hè? Ik begin 10:00 met mijn taak en ik maak 11:30 klaar. Hoe lang ga ik bezig wees? 5 minuten? 20 minuten? 25 minuten? 30 minuten? Hoe lang was ik bezig met mijn taak? 30 minuten. Nou, ik zet nou mijn tijd op 10:00. En ik moet 15 minuten als ik bezig met een taak. Hoe laat ga ik klaarmaken? Jarisha. Ons is bezig met minuten. Ik was 10:00 en ik begin met mijn taak. Ik was 15 minuten bezig met mijn taak. Hoe laat ga ik klaarmaken? Owami. Kwart oor 10. 10:00, ons gaan 15 minuten, ons gaan aantel. 5 minuten. 10 minuten. 15 minuten. Nou gaan jullie boeken vat en jullie werk doen in jouw boek.